In de Hostermeerpolder aan het einde van de Machineweg staat het huis van Kok en Jeanne van der Kemp. Tot 1969 grensde hier aan het stoomgemaal. Nadat de waterloop was gewijzigd, werden de ruimtes waar voorheen het water onderdoor stroomde gebruikt als opslagruimte. Later werd het stoomgemaal omgebouwd tot woningen voor 3 gezinnen, waaronder de ouders van Kok. Kok en zijn vrouw bewonen sinds 1965 het ouderlijk huis. Het grenst aan de prachtige Ankeveense plassen. Kok heeft een grote hobby en dat is het houden van koeien. Vandaag is niet zomaar een dag. Het is feest voor de koeien. Ze mogen, na een lange winter op stal, weer de wei in. Het is nu half april, dus nu gaan ze weer naar buiten toe. En dan kunnen ze een half jaar lang weer gras vreten. En als ze naar buiten gaan, dan zijn ze door het dolle heen. Want dan springen ze als gekken in het rond. En dan kan de stier weer zijn werk doen voor het aankomende jaar. Hoeveel koeien en kalveren heb je in totaal? 12, waarvan 5 kalvers en 7 oude koeien met de stier erbij. Nu gaan ze richting Ankeveen. Dat is ongeveer 2 hectare. En dan kunnen ze de hele dag grazen. En dan 's morgens of 's nachts komen ze weer terug. En 's morgens krijgen ze een beetje biks of hooi. En dan gaan ze overdag weer richting Ankeveen.